Echt, dit blijft dan wel een van de meest schattige dingen die ze dan doen. Dat we om de post gaan, als we ergens zijn geweest. Dat ze dan met z'n tweeën samen gaan rennen, hand in hand. Echt wat energie kwijt. Zo, dat is gelukt. Ik heb 2 broden gehaald. We gingen wat later van start überhaupt. Want de wekker van mij ging om 7 uur en die heb ik gewoon lekker gesnoest. Ik was echt wel een beetje gaar. Ik heb best een poos wakker gelegen, gisteren vannacht. Niet zozeer omdat Rutte nu gezegd heeft dat de scholen tot 28 april dichtgaan. Maar ik lag gewoon. Ik lag lekker, maar mijn hoofd wou niet slapen. Heb je soms wel eens? Dus eerst ik beneden was, was 8 uur. Dus eerst de kinderen klaar waren om mee te gaan naar de bakker, was het 9 uur. Dus nog niet heel slecht, vind ik. Het is nu 9:50. Dus we gaan zo lekker aan de thuisschool beginnen. Wat later was bedacht. Maar goed. Het enige nadeel is dat er maar 2 Zeeuwse broden nog liggen. Het is grootste normaal gesproken beginnen met 6. Maar degene voor me nam er al 2 mee. Dus nou ja. Dus ik heb er 2 meegenomen. Het lag nog een half voor degene die dan heeft. Dan lag er nog wel 6 kruimbrood. Dat lag nog wel genoeg. Maar ja, ik wou ook niet gelijk heel al het Zeeuwse brood meenemen wat er wel lag. Dus ik heb besteld voor vrijdag. Dus dan moeten we ook 2 dagen weer in de auto zitten. En nou ja, het was toch een soort van uitje. Was wel leuk, want ik heb heel langzaam door de straten gereden. Mini omweggetje gedaan, zodat we konden zoeken naar zoveel mogelijk beren. Ja, wij zitten hier midden in de polder. We kunnen niet op berenjacht. Dus ik dacht, doe het maar op die manier. We hebben er een stuk of 6-7 gespot, dus dat was wel leuk. En we gaan de brood nu invriezen en dan gaan we school beginnen. Welke dag is het vandaag? Vleesbal. Moet je die niet helemaal deze doen? Woensdag. Is het vandaag woensdag? Zet hem maar op woensdag. Is echt woensdag. Ja, moet even dit doen. Woensdag. Verder? Dat is wel vandaag. Weet jij dan welke datum het is? Woensdag, de hoeveelste? Dit is een nieuwe maand. Dus dan is het? 1. 1. En welke maand zou het dan zijn? Is het nog maart? Opdraaien. Doen we zo. 1. Het is. Wat komt er naar maart? April. Is het dan ook nog steeds lente? Ja. Ja, het is nog steeds lente. Logan. Kan jij vertellen hoe laat het nu is? Nou, ik kan deze doen. Nee, die kan ik ook nog wel doen. Ja, maar de tijd is een beetje lastig. Kan je het zien? Ja. En hoe laat is dat? Bijna? 10 uur. Doe jij nog maar deze weer. Jij hebt vanochtend naar het weerbericht geluisterd. Hè? Wat ging je ze doen? Nu. Kijk eens naar buiten. Wat zien we nu? Ja, een beetje wolkje en een beetje zonnetje. Zullen we het nog even herhalen? Het is vandaag 2020. Het is een woensdag en lente, bijna 10 uur. En het is vandaag zonwolk. Goed zo. Nou, allebei een werkje beginnen dan. Dan kunnen we van start. Ik heb het lekker opgedragen. Thank you.
voorbij. Hij gaat zo opruimen. Kijk, je kan het beste. Pak je de stokjes, welke gaan we nu doen? De groene. De groene, oké. En wie gaat er op de groene geplakt worden? Deze. Ik ben klaar dan maar met de eerste. Oké. Dat past mooi bij het groene. Nou, leg hem er maar op. Ik ben klaar dan met de eerste. De volgende kleur, wel. Gaan we dan? Ik ben klaar. Ik ga het duwen. Goed zo. Nou, ik moet niet aanzetten. Ik moet hem even laten drogen. Oké, vertel. Welke doen we nu nog? Welke kleur? Welke? Mama, komt er weer het maar. Op welke moet de koe? Witte? Zo. En plak. Zo. En welke nu? De koe. Oeh, dat is veel. Ik weet het. En nu welke? Degene komt bij een schaap. Leg maar op zijn kop neer. Welke kleur is dat? Stok. Wit. Wit. Ik heb die wit vergeten. Degene bij de schaap, de geel nee. Bij de schaap past echt goed bij elkaar. Mama, ik ben klaar. In koek. Weet je wat? Eerst. Zo, de middag vliegt echt voorbij. We zijn even lekker naar buiten geweest. En terwijl ik eigenlijk met de kinderen een bananenbrood bakken, want ik had nog wel wat rijpe bananen over. Of rijpe bananen eigenlijk. Maar we zijn tekeningen aan het maken voor Jannie en de opa's en de oma's. Zodat we die op de post kunnen doen of morgen in de brievenbus bij degene die in de buurt wonen. Want ik vind het toch een klein, ik wil zeggen aandachtsmomentje. Maar, attentie, dankjewel. Even door de brievenbus heen doen. Dat laat ze denken, omdat we ze niet kunnen zien. Het bananenbroodje staat nu in de oven. Oh, moet je kijken. Lekker. Ik heb er voor de rest niks bij gedaan. Geen walnoten, geen krenten, geen chocolaatjes, niks van dat. Ik heb een heel basisrecept gebruikt. Als je wil weten welke het is, zet ik onderin de omschrijving neer. Het is wel in het Engels. Maar alles zoals het in de beschrijving staat, heb ik gebruikt. Behalve dat ik geen kaneel heb gebruikt, maar de koek- en specerijkruiden van besteed. En ik heb dus geen walnoten of rozijnen of chocolade gevoegd. Super benieuwd. En ik heb zelf wel de bevroren kip in reepjes gesneden. Weet je dat het dan sneller ontdooit. Dus de tweede dag straks alleen. Hoef te mengen met de kruiden dat we dan lekker fajitas kunnen eten. Dus al met al best wel productief. En dat is nu zo. Oh, wat is die goed gelukt. Is die heet? Ja, zo'n beetje warm. Wat vind je ervan? Ruikt die lekker? Ruikt hij lekker? Het ruikt naar banaan. Het opgedrukt banaan lijkt me. Opgedrukt banaan? Ja, wit worden. Het ruikt ook een beetje naar kruidnootjes. Ik kan niet ruiken. Nou, het ruikt heel duidelijk ruikt ernaar. Het ruikt heel veel naar de oven. De oven, ja. Het ruikt er heel. Het is een beetje warm. Oh, is hij lekker. Gaat helemaal goed komen, hè, Moppie? Doen we dat een snackje vanavond, na het warme eten. Mama, wat gaan we avond eten? Wat gaan we avond eten? Kijk. Wat staat daar? Wat staat hier? Wat staat daar? Lo, kom jij het eens lezen? Wil jij het eens lezen, wat staat er? Oh, volgens mij wil Brooke het niet. Fajitas. Fajitas? En reps. Ja, dat zijn reps, maar dan in plaats van met gehakt doen we met kippie. En maar ik wil niet als dat versnikt. Oh, als je dan hier reps hebt, dan mag je daar een stukje cake van. Goed idee? Hij ruikt al zo lekker.
Maar ik wil niet dat versnellen. Hoi! Ik wil dat op de camera. Hanna weet je het niet. Hoe snel ik ben. Ik ga kijken hoe snel jij bent. En ik heb het kan ik op dit plaatje, dan weet ik hoe snel. Jullie weten hoe vaak ik al tegen mijn kind heb gezegd dat hij niet bang moet springen en moet niet moeten rennen in de groene kamer. Mioong. Kijk hoe snel ik kan. En daarna is het klaar met rennen. Jij mag niet meer rennen, lopen. Niet meer rennen. Ja, kom maar. Nee, mama gaat aan de repjes beginnen. Wat staat er op papiertje? Rustel, verder met de hut.